Rijka, die is niet in orde. Die heeft er een paar keer overlopen gegeven. Dus ja, dat is weer zielig, hè. Ja, dat is weer zielig. Ik kan er zo min tegen als je kind, die klein zijn, en je diertjes, die wat mankeren, dat die dan, ja, ze kunnen niet zeggen waar het pijn doet of wat dan ook. Hé, kiekeboe. Kiekeboetjes. Hi meisje. Hi kindje. Maar wat is dat moeder Maria beeldje met kindje Jezus mooi, hè? Ik zal het weer even pakken. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Zo bijzonder mooi. De rug is ook gewoon heel mooi. Heel mooi gemaakt. Ja, bijzonder. Echt bijzonder. Maar ja. Hè? Zo. Zet ik hem weer bij de heks neer. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, gisteren was het een zware, moeilijke dag. Het is nog wel zwaar, hoor. Maar ja, we gaan wel weer door. Ja, op naar 3 maart. En dat is de dag dat ik mijn mannetje voor 7 jaar weg kon brengen. Naar het crematorium. Wat doe jij daar nou weer? Ga jij daar weer even weg? Ik heb je niet gevraagd. Het is vandaag maandag, de 26e van de 2e 2024 en we leven om 8 minuten over 12. Zegt die, dat klopt niet. Nee, 28 minuten. Nee, ik zag die 2 niet. Sorry, sorry. Dus het is bijna 12:30 en ja, we hebben de meisjes nog niet uitgelaten. Mensen zijn net buiten geweest. Elwing die had buiten al gepoept, dus het loopt niet zo vaart. Dus ik wacht mooi totdat Willy er is en dan gaan we eerst lekker een bakje koffie doen. Rijka die is niet in orde, die heeft al een paar keer overlopen gegeven. Dus ja, dat is weer zielig, hè. Ja, dat is weer zielig. Ik kan er zo min tegen als je kind, als die klein zijn en je diertjes, die wat mankeren. Dat die dan, ja, ze kunnen niet zeggen waar het pijn doet of wat dan ook. Hé, kiekeboe. Kiekeboetjes. Hi meisje. Hi kindje. Beetje zieligjes, hè. Ach ja, en hier ligt onze grote meid. Hé? Ja. Jazeker. Nee? Dus nou, ik heb al eventjes de kopjes afgewassen en gebakschoteltjes afgewassen en de gebakvorkjes. Want ja, ook heb ik gebakje voor Willy uiteraard. En ik had, zelf had ik in huis gehaald en Mario die mag dat dan weer niet hebben. Maar ze mag wel schuimtaart hebben. Ik denk, ja, wat is het verschil met het een of het ander? Want suiker is ook zo verkeerd voor een mens. En schuimtaart, daar zit toch een hele bende suiker in, hè? Ja, maar ja, het is wel lekker, ja. Maar ja, ook die heb ik betaald. Dus ja, ze heeft het zelf wel gehaald, omdat ik niet wist wat zij bedoelde met schuimtaart. Want ja, ik koop dat nooit, want dat is, vind ik, te duur. En dat was in de aanbieding voor 5,99. Normaal is het 7 of 8, nog wat. En dan was het dan 5,99, nog 6 euro. Maar nee, zo'n klein rond taartje. Ik vind dat gewoon duur.
voor zo'n klein taartje. Maar ja, wie ben ik? En je eet het op, ja, jee. Het is wel lekker allemaal, maar ik koop liever van die 6 euro iets waar ik wat dankbaar is, waar ik wat aan heb. Ja? Hé, kind? Wat is nou weer op mijn bril? Niks. Waarom zag ik dan in een raar? Weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, dat dus. Nou ja, wat we er vandaag van gaan maken, ik weet het niet. Ik moet wel weer sowieso, moet ik een vlog in elkaar zien te zetten. Ja. Al heb ik weliswaar geen fut en geen zin, maar het zal wel moeten. Een keer verder is niks. Ja, ik had wel hoofdpijn vanochtend, voelt me dat weg, gelukkig maar. Maar voor de rest, ja, gaat het allemaal goed? Ja, dan mag ik wel blij om wezen. Afkloppen, want je weet nooit wat een dagje gaat brengen. Nee. Maar in ieder geval, maakt verder niet uit. Ik hoop gewoon van ganse harte dat we gewoon verder een fijne dag mogen beleven. En ik probeer ook iedere keer Mary te bereiken. Nou ja, ik weet niet wat die uitspokt allemaal, maar ik krijg haar niet te pakken. Maar wat is dat moeder Maria beeldje met kindje Jezus mooi, hè? Ik zal het weer even pakken. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Zo bijzonder mooi. Ja. En de rug is ook gewoon heel mooi. Heel mooi gemaakt. Ja, bijzonder. Echt bijzonder. Maar ja, hè? Zo, zet ik hem weer bij de heks neer. Hoort daar wel niet, maar ik vind hem gewoon even, ja, voor mezelf ook even wel prachtig mooi om te zien, hè. Nou ja, ik heb een heleboel moedertjes Maria. Daar zit er eentje te bidden, ook moeder Maria. In het hoekje op het kastje staat die gekleurde die ik ook elkaar in heb gehad. Ook een moeder Maria weer met kindje Jezus. Ja. En daar legt een beeldje. Dat moet eigenlijk tegen de muur ophangen. Maar daar is hij ooit van afgevallen. Door de schuld van mensen die met de kajuiten bezig waren. Van de woningstichting. Die hadden de mensen niet gewaarschuwd. Ik ben niet de enige waar iets van de muur is van afgevallen. Door een hoop timmerwerk, weet ik veel wat. Ja, laten ze dat eens zeggen. Hey, wij weten niet wat ze aan een kajuit moeten bewerken. En ze moeten je dan waarschuwen dat jij de spullen van je muren af moet halen. Zodat er geen brokken kunnen vallen, ja. Nou, toen was dat kapot en heeft mijn mannetje destijds nog gemaakt. Maar ik durf hem niet meer op te hangen. Nee, dat doe ik niet. Hij ligt nou gewoon op het kastje. Dus, ook goed toch? Ja. En ook die had ik ooit van elkaar gekregen. Ja, gewoon geweldig. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet van deze maandag. Als je werken moet, ja, dan moet je gewoon werken, hè. Ja, daar zit niks anders op dan dat. En hoef je niet te werken, kun je luiere dag ervan maken, doe je dat. En anders doe je je dingen gewoon die je wilt doen of wat dan ook. En dan komt het gewoon allemaal wel goed. Ja, gaan wij ook doen aan deze kant. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is weer al naar huis en... We hebben ook weer lekker een bakje koffie gehad met een gebakje. Ja, want als je dat in huis hebt, moet je het niet laten bederven. Hè? Nee, dat is ook weer zonde. De meisjes, daar gaat het, tenminste met Rijken gaat het weer goed. Want die is niet meer aan het overgeven geweest. Ze is wel weer lekker aan het knagen aan zo'n schoentje, slofje, hoefje, weet ik hoe het heet. Ja, en ook is de bank verschoond en helemaal afgezogen, afgenomen en afgedaan. En het schoon laken erop voor de meisjes. Dus ja, helemaal weer toppie. Kijk, deze hebben ze te eten, te knagen en te doen. Elwing moet er ook ergens in hebben, maar waar Elwing het laat, Joost mag het weten. Dus, maar in ieder geval. Helemaal weer goed, helemaal weer blij dat mijn huisje weer schoon is en aan kant is. En
Ja. Lekker weer. Helemaal geweldig. Het is enkel nog een afwas, maar ik heb nog niet genoeg voor de vaatwas. Dus dat blijft nog lekker eventjes staan. Ja, ik ga weer voorbereidingen treffen voor een nieuwe vlog die ik in elkaar ga zetten. En ook de mobiel weer leeg, moet eigenlijk weer leeg, de camera moet weer leeg. Dus ja, komt helemaal weer goed. En ik zeg gewoon, hou gewoon vol goede moed. Ja toch, gewoon doen en geniet van alles met wat jullie doen. 15 uur 48, dus kwart voor vier zeg maar. Rondom kwart voor vier. Dus ja, geniet gewoon van alles met wat jullie doen en geniet ook gewoon een beetje met ons mee. Tot later! Ja, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, ja. Ik ga zo even met de meisjes weer lopen. Het is nog niet helemaal donker, maar het wordt al wel donker. Ja, al lichtjes aan gedaan. Dus ja, even weer een beetje gezelligheid. En dat kent geen tijd, zeggen we dan. Nee, ik heb al een vlog klaar. Die is bezig om op YouTube te komen. Het is nou HD. Tot HD verwerking. Nog 34 minuten, zegt hij. Maar dat geloof ik niet. Nee. Is korter. Maar in ieder geval, we leven wel alweer om 18.26 uur. 26, dus bijna alles 7. Dus ik ga mijn meisjes uitlaten. En ik neem vanavond weer lekker vrij. Ik denk weer lekker aan mezelf. Deze vlog die ik nou in elkaar heb gezet, die komt morgen online. Dus ja, ik doe het toch wel aardig goed. Ik ben enkel wel op achter, maar jullie krijgen wel iedere dag een vlog. Ja, vers van de pers, zeggen we dan maar. Want er staat niks in de wachterij. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik doe het toch maar weer. Ja, en ik wil gewoon s'avonds een beetje op tijd naar bed en niet iedere keer, ik weet niet hoe laat. Een keer vind ik het niet erg, maar ik wil het gewoon eventjes anders allemaal in gaan delen. Dus ja, komt wel van wel goed. En ik ben nou al mijn boek in, hè. Ja, maar ja, dat gebeurt wel eens. Ik ben, komt gewoon door die rotdagen ook, hè. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben ook. Dat ik gewoon momenteel even er doorheen zit. Eventjes meer bij mezelf zit dan bij wat anders. En ja. En mijn lieftallige Facebook-zusje die in Tunesië woont. Godziedikke me. Oh, wat erg. Ja, ik heb zoveel namen met een M van Marie. Mario, Mary, Marianne. Ik ga kijken. Ja, verdikke me. Oh, wat erg. Zo weet ik het, is zo is het pleiten. Mirjam. Ik zat op de goede Marianne, Mary. Ja, ga zo maar door, hè, Mario. Marianne, dan heb ik nog een Marian en ik heb nog een Mieke. Allemaal emmetjes op een rij, ja. Dus ja, hoe wil je het hebben, hè? Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. Die heb ik tegenwoordig in mijn SMS, de ouderwetse app waar je in typte vroeger. De SMS'jes, daar heb ik erin. Ja, dus op geen wat u hebt. Het zal allemaal niet. Nee, enkel dat. Dus ja. Komt helemaal goed. En dan zit er een lichter eentje te knagen op dat sloffie weer. Ik heb de kriebel in mijn keel. En ik ben niet ziek, niet verkouden, niks. Maar wel de kriebel. En lantaarnpaal die gaan aan. Ook dat is top. Van de week, wanneer was het? Vrijdag? Nee, wanneer was dat nou? Ja, wel vrijdagavond. Toen gingen ze super laat aan, het was te donker, gingen ze pas aan. Ik denk, oké. Maar oké, lieve vrienden, we gaan lekker even naar de wandel. Ik ga me lekker warm aankleden, het is 6 graden en het voelt aan als 1. Dus het is rotje koud. Ja, dus ik zeg, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet gewoon een beetje mee. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Ja, echt waar.
Alles is klaar. Ik kon er net even niet op YouTube Studio komen. En ik had al ververgd. Ik had nog een keer ververgd. Ik had YouTube weer afgesloten. Weer aan. Weer opgestart. Nog wou het allemaal niet. En ja, in één hup was hij er weer. Ik denk, nou, zie je wel, ik ben de baas, niet jij. Zo simpel. Maar in ieder geval, dat is gelukt. En ik had een rot reactie van iemand gekregen die ik niet kan. Bij het die short die ik zelf gemaakt heb van een plaatje met mijn mannetje op de hemeltrap bovenaan, dat hij door de engelen werd opgevangen, laat me zeggen, met een tekst eroverheen en muziek erbij, heb ik zelf gemaakt. En dan zo een opmerking erbij van wat een kutfilmpje, pardon, over wie heb jij het, kijk naar jezelf. Ik word boos op zo iemand. Wat een gedrag is dat? Moet ik dat tegen jou dan doen? Denk na met wat je zegt. Maar dat kan jij niet. Hoe zou jij je voelen als het bij jou werd gedaan? Als jij zo'n filmpje neerzet. Al is het maar een foto met iets erop. Maar dat het wel een dierbaar iemand van jou is. En iemand zou dat bij jou zo zeggen. Wat zou jij dan gaan doen? Word je ook boos, hè? Ga je misschien wel huilen. Maar zo gek krijg je mij niet. Maar ik ben wel heel, heel erg boos op jou. Dit flik je me niet. Nog een keer. Want ik verban je. Ja, maar oké, dit is voor een speciaal iemand. Ik ga hem nog opnoemen ook. Ja, dat boeit me niet. Het zijn toch allemaal nicknamen die ze vertegenwoordigen daar. Ja, echt. Ik ben dat zat om mijn mond te houden. YouTube Studio. Dat wilde weer niet. Wat is dat voor flauwekul? Oh, shippie. Raar hoor, dat hij weer niet wilt. Hij wil weer niet hoor. Wat is dat voor gedoe? Ik snap er niks van. Zo raar, nou dan ga ik op deze manier erheen. Hup. Daar naartoe. Piep. En dan zie ik hem niet hier erbij staan, potverdikkie. Hier zie ik hem er niet bij staan, daar baal ik van. Ja, dat kun je net weer zien, hè. Ja, nou ben ik er weer wel, hè. Zo rot bezig. Reacties. Tristan. Even zien hoor, jeetje. Tristan van Rompuy of zoiets heet die gast. Ja, nou die Tristan die moet uitkijken, hè. Wat een kutfilmpje. Laat je moeder het maar even weten, hè, dat je zo bent. Want volgens mij ben je nog maar een snotneus ook. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Zo, weer afgesloten. Het is in ieder geval een zekere Tristan. Nou, die moet uitkijken. En heel goed uitkijken ook. Ja. Want ik pik dit niet. Van geen één. En al helemaal niet van een vreemd iemand. Maar oké, lieve vrienden. Ik kom ook bij jullie om van jullie van deze dag weer afscheid te gaan nemen. En met mijn meisjes even te gaan lopen, want die moeten er nodig uit. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.